zet zichzelf klem op de stoep, rijdt nog steeds op mensen in, is uitgestapt, achtervolging te voet. En uit het uit de controle van uw identiteitskaart kan ook dat nog wordt gezocht. Meteen mag omdraaien, handjes op terug mag doen. Lijkt in te gaan stappen, ja. Stapt in. Stop voor sedan. Oh, what the fuck? Voelt zich voor ongeluk. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 Elders Uniform Moor. En vandaag ga ik op pad met Kim. Dat was ik al bijna vergeten, of ja, niet vergeten, maar ja, nou ja, toch wel vergeten. In ieder geval, het sneeuwt vandaag. Kijken of Kim het ook kan overleven in de sneeuw. Waarschijnlijk wel. Het is Wim tot nu toe altijd wel gelukt. Of ja, gelukt wil ik niet zeggen, want hij is toch wel tegen de een en ander geknald. Maar goed. Daarbij gaan we nu even ons voertuigcontrole doen. Werken. Alleen die lijkt nog niet helemaal te werken. Wat bedoel ik daar nou mee? Die wat sneller moet en dat zet je door middel van hem op 11 te zetten. Hij moet eigenlijk gelijk gaan als blauw. Zie je? Dan weet je dat het helemaal perfect is. Zo. Dat betekent dat wij nu klaar zijn om de dienst te starten. En we kregen al wat meldingen, dus het begint lekker. In ieder geval in de Touran 2011 gemaakt door Team MOH. Kenteken erop gezet op mij, maar ja, wat moet je dat nou eigenlijk? Dus shout-out naar Team Emma. Want ik vind de Touran 2011 toch nog steeds wel vet. En ik denk ook wel dat hij toch nog steeds wel rondrijdt. Dus ik ben, maar dat hier zo ook nog wel. Ik denk vooral een beetje, en dat weet ik dan wel niet zeker, maar dat de vrijwillige politie hem nog gebruikt. Een beetje de, ja... Ik wil niet zeggen de wat mindere, maar bijvoorbeeld ook de wijkagent zie je vaak ook wel dat die wordt ingezet, dat die nog de oudere, of de oudere, een andere auto heeft dan de Touran of de T5. En de vrijwillige politie rijdt ook nu wel eens in een Touran 2011 wellicht. Dat is niet echt netjes van deze Audi S5. Ik ga maar even stopteken geven of die hebben we al gegeven. En lijkt daaraan te voldoen. Voor het inhalen. Sociaal inhalen. Of is het een RS7? RS7, ik. Sorry, ik zie dat nooit. Enfin, ik zie dat nooit. Ik heb er twee in staan. Oh, mevrouw. Hallo. Hey. Ik ben Kim van de politie. Mag even een rijbewijsje zien. Yes, dankjewel Hanna. Ik ga even aan de andere kant staan hoor. Heeft hij toevallig iets gedronken, gewoon een random vraag. Jazeker, wil je ook wat? Oh nee, dank je. Heeft hij ook drugs gehad? Ja, agent. Oké, goed. Bedankt voor de eerlijkheid alvast. Ik ga je even laten blazen en zo meteen even de speekseltest afnemen. Maar je blaast ook straks. Stop zeg, blazen. Oh, maar ja, dus, dat wordt te veel. Dus daar mag je zo meteen sowieso over uitstappen. De speekseltest nog even doen. En ja, het klopt inderdaad, positief op cocaïne zegt hij, dus je mag uitstappen, u bent bij deze aangehouden rijden onder invloed. Verklaart misschien ook wel het rijgedrag wat hij daar net vertoonde, want dat was de reden van de staanhouding. Rustig aan. Even rustig, allebei. Mag omdraaien, hand op de rug, ik ben aangehouden. Ik ben niet verantwoordelijk verplicht, recht om advocaat wil daar gebruik van maken. Er zit trouwens een gat in mijn vest, zie ik nu. Spijtig. Zo ja, dan kunnen we die op de program bellen en zo nee, dan krijg je een info toegewezen van de openbaar ministerie. Komt transportje deze kant op, dat wil zeggen, auto kom ik even ophalen om hier naar het brood te brengen. En de auto van nu ga ik even hier weg laten slepen, omdat hij hier niet kan blijven staan. Takelwagen, wij gaan lekker binnen zitten.
en de weg is vrijgegeven. In principe. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We've got an officer in need of assistance in the Spoochie Canal. Achtervolging taxi, die vloog je net even voorbij, blijkbaar. Dus daar gaan we nu aan aansluiten. Onze assistentie is namelijk gevraagd. En ze gaan snel, kan ik je zeggen. Maar de collega's zitten er letterlijk op de hielen, want ik zie gewoon één rood stipje met een zwaailichtstipje. Dus ze zitten echt letterlijk collega's blijven achter, dat betekent dat wij het leidend voertuig zijn. Groen licht. Even kijken, OC de 12 van Lijn inmiddels aangesloten, achtervolging. Zwarte Mercedes, E-klasse taxi. Blauw kenteken betreft P. Voor de rest niet te lezen. Ik ga niet zomaar ontsnappen van Kim. Daar zijn de collega's weer. Oh, frontaaltje met de collega's. P. Hendrik. 19 kilo. Zet hem op klem. Uitstappen. Oh. Hij rijdt een fietser aan. Meerdere mensen. Zet zichzelf klem op de stoep. Rijdt nog steeds op mensen in. Is uitgestapt. Achtervolging te voet. Oh, wat gebeurde daar nou? Staan blijven. Collega's, doe dat niet. Goed, meewerken voor het getest. Dan gaan we het zo doen. Liggen. En aangehouden. Negeren stopteken. De poging doodslag komt erbij. Transport deze kan op C al op controle hier. Als ik dingen bij niet bij mag hebben, ik ga je gewoon fouilleren, ook al ben ik een vrouw. Dus ik maar moet meewerken ofzo. Oké. Ja, auto ga ik afslepen. Ik weet niet, staat hij inmiddels gestolen gesignaleerd? Nou, misschien is wel de taxi echt van de baas nog, maar dan zal hij nu geen baan meer hebben, lijkt mij. Ik heb geloof ik geen transportje deze kant op gelaten. Nee, taxi is afgesleept. 12.05, ik ben zo weg. Dat is voor. Wauw. Transportje is er. Had ik daar nou een ambu? Zo maar eens kunnen. Hoe gaat het trouwens met de fietser die er ergens vol wel aangereden? Maar niet meer, gezien, dus die zal ook zijn doorgefietst. Als hij nog wilt kan hij op het bureau komen aangiften doen voor uitslag. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Ja, we gaan meteen even kijken hier om de hoek bij een persoon die hier dronken zou zijn. Collega's rijden nog bij mij, mocht het uit de hand lopen. Dan kunnen de collega's mij snel assisteren. Dat is verhoord. Hallo, even staan blijven. Hoi. Ik ben een ID'tje voor me. Oké. Hey, de reden van de staande houding hier is het feit dat we wat meldingen krijgen van overlast van persoon die misschien wat te veel gedronken heeft, nou dat voldoet u wel redelijk aan. En uit de controle van uw
identiteitskaart kan ook nog worden gezocht. Meteen dat we mogen omdraaien, handjes op terug mag doen. Vlug. Wapen, even denken, waar staat hij? Ze schoten los, schoten los. Verdachte geraakt, staat op, begint te schieten, wederom te schieten. Ja, schiet hem een vrouw neer. Bericht voor alle wagen, bericht voor alle wagen. Verdachte uitschakeld, ze te zien, naderen. Er zijn geen eenheden meer nodig. Wapens bergen, mensen verdachten. Zo, die zal wel dood zijn, ja. En ik... Nou goed. Anyway, wat hier gebeurde, hij moest omdraaien, hij trok zijn wapen en hij richtte het eigenlijk recht op mijn hoofd. En toen stond ik echt zo van, of in mijn gedachten zat ik echt achter het beeldscherm van, wacht, wat gebeurt hier? En toen moest ik even schakelen, toen druk ik automatisch op de Q. Of in ieder geval, ik deed geloof ik iets van zo, maar ja, dan doe je dat te snel en dan pakt hij niks en doe je op de Q en ging hier zitten. En toen dacht ik van nee, ik moet hier naartoe en ja, alles onder controle, 5 rechten voor mij, of voor Kim moet ik zeggen. Ik ga de mod even weer opnieuw opstarten, load plugin, LSPD FR, first response, LSPD moet ik zeggen, LSPD first response, force duty, lekker makkelijk, ondertussen dring ik even iets. In ieder geval geen reden om daar nu voor de rood te rijden. Ah ja, trouwens, binnenkort is kerstmis, dus wat gaan jullie allemaal doen? Laat het even weten in de comments wat jullie allemaal met kerstmis gaan doen en ja, wat ik ermee doe, helemaal niks, maar laat maar weten in de reacties of jullie nog wat leuks gaan doen. Of gewoon simpel met de familie, of simpel gewoon lekker met de familie gaan vieren, of misschien wel moeten werken, heel veel mensen moeten ook werken, vaak als je onregelmatige diensten draait moet je ofwel met kerstmis ofwel met oud opnieuw. Blijven staan. Nee, blijven staan. Kom maar even. Stap het even uit. Want je motor is gemaakt. Hij rookt nog steeds een beetje. Hij kan wel rijden. Maar je band ontploft gewoon. Dus ik ga je niet ver laten rijden. Ik ga een takkenwagen deze kant op laten komen. 8-8 India Juliet Papa 0. Ik heb je trouwens even een ID'tje voor me, want ik ben niet echt een auto-monteur. Maar ja. Komt wel haast geloof ik. What the fuck? Nou, nee, ik kom niet verkeerd. Au, joh. Kut vent. Damn it. Ik ga een taxi voor hem regelen, zo vriendelijk ben ik dan wel. Daar is de taxi al, kijk eens. En dan kan hij ze wegvervolgen. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Citizen report solicitation in Pillbox Hill. We gaan eens kijken dan. Wie en wat en waar. We moeten niet op de snelweg, hè. Ik denk dat de route mij de snelweg opgooit, maar dat ga ik eens niet doen, want ik denk dat het hier zo links schuin voor mij zou zijn. Het is wel op de snelweg. Oh nee.
Nee, toch niet. Oh, daar links. Links voor mij. Oeh, redder. Ik mag zeg maar niet in de buurt komen. Ze had mij zeg maar drie kwart door tot ik voor haar kwam. Maar drie kwart is niet 100%, dus... Dan is het al wel goed, hè? Nee, ik sta te dicht bij haar. Om daar te staan. En dan gaat Tiddle helemaal opvallen om recht tegenover haar te staan. Maar in ieder geval, nu ziet ze mij blijkbaar niet. Dus we gaan die mevrouw met de roze broek in de gaten houden. En als die instapt bij iemand, dan mogen we die auto eens aan de kant gaan zetten en daar eens een controletje bij doen. Kan er alsnog niks zijn, hè? Kan het zomaar zijn dat het allemaal gewoon... tot het gewoon klopt. Allemaal het verhaal van... Kijk, er stopt een taxi. Nou, weet je... Hetzelfde geld neemt ze nu gewoon de taxi, dus kan ik niet echt iets maken. Maar ze neemt de taxi niet. Wij zitten gelukkig lekker warm binnen. Ook al zijn mijn handen ijskoud. Er stopt nog een auto. Een rode, donkerrode SUV. Is contact. Nee, het voertuig rijdt verder, maar er stopt er weer een witte. Nee, die rijdt door, excuus. Stopt een rode Smart. Op de stoep nog wel, kan ik hem ook even pakken als ik wil. Is nu contact. En... Nee, rijdt verder. Staat geloof ik alweer een nieuwe auto klaar. Een zwarte. Een grijze, excuses. Nee, die lijkt daar gewoon... Ja. Jawel. Dus wederom contact. Lijkt in te gaan stappen, ja. Stapt in. We gaan er achteraan. Ze gaat er snel vandoor. Stop voor sedan. Oh, what the fuck. Voertuig verongelukt. Rijdt over de stoep. Komt weer omlaag. Blijft stilstaan. Draait weer om. En ik zit vast. Ja, gaan we nog wat doen of wat zeggen? Ja, nu is mijn ILS natuurlijk. Oh, ook wel langzaam. Ga er vandoor. Ik heb niet kunnen zien of er iemand ook nog daadwerkelijk naast zat. Jawel. Achtervolging negeren, stopteken of in ieder geval wegrijden. Na een stopteken we hebben gegeven. 12:50 ben ik onderweg. Het gaat 30 km per uur. Goed, is het stilstand gebracht. Uitstappen beide, kom op. Uitstappen. Kom hier staan, hier blijven staan. Kom op. Nou, wat gebeurt er nu? Achtervolgend te voet. De bestuurder. Omdraai, je bent aangehouden. Kom hier, ja. Ben je allemaal aan het moeilijk doen. Gaat die vrouw dan ook nog vandoor? Ja, die vrouw is er ook vandoor. Een collega van haar rijden de collega's recht op af, geloof ik. Dat is verhoord. Goed, je gaat met mijn collega mee. Die auto afslepen. Zou hier ergens moeten zijn. Oh, aangehouden. Pak werk, collega. Dankjewel.
Melding afgerond, beide aangehouden. Voertuig weggesleept. Alles onder controle. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. 12-0-1-13, 12-0-1-0. 1, Lincoln, 18. We've got a possible 484 in the Vespucci Canal. Melding, winkeldiefstal. Plaats 12 lijn. Hallo. Ja, oké. Het zou hier achter zijn. Hallo. Beveiliger, vertel. Good day. Hallo agent. Fijn dat je er bent. Persoon hier probeerde net spullen hier te stelen. Ik heb haar nog niet eerder gezien hier. Hem zegt hij steeds, maar het lijkt ook op een vrouw, maar ik twijfel een beetje. Hij zegt van nou, we denken eraan om hem in dit geval dan te verbannen uit de winkel, dus een winkelverbod te geven. Mevrouw of meneer begint te praten. Wat een absolute onzin. Ik was gewoon bezig met mijn eigen zaken, je weet toch, gewoon voor spullen aan het kijken. Opeens toen ik met niks wilde vertrekken, pakte die gast me hier gewoon vast. Ik wilde de spullen terug leggen, maar hij sleepte me gewoon hier naartoe. Ik ben eigenlijk gewoon aangevallen, agent. Ik wil een klacht indienen. Maar goed. Ze zegt dus net, of hij of zij zegt net, ik wil weglopen met niks. Dus ik wou gewoon zonder spullen weglopen. Maar opeens pakt die gast mij vast. En toen zegt ze, of hij of ze, van ik wil genderneutraal. Ik wilde de spullen nog terugleggen, maar hij sleepte me hier naartoe. Dus eigenlijk spreek je jezelf een beetje tegen. Dat betekent dat ik graag een ID wil zien. En als de aangifte wordt als de aangifte gaat worden gedaan door jullie, dan betekent dat dat mevrouw of mevrouw is aangehouden. En dat betekent dat hij mag omdraaien. What did you think was gonna happen? En handen op de rug mag doen. En dan gaan we even naar het bureau. En dan gaan we het daar verder oppakken. Heeft u een ding bij niet bij mag hebben? Misschien meer kleding ergens verstopt. Ik ga even fouilleren. Oké, ja, helemaal niks is. U mag meekomen. Collega, soort van bedankt. U ook bedankt. Joejoe, hoi hoi. Kom. Dan spot je deze kant op. Assistance required for a suspect placed under arrest in the Vespucci Canal. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Kom maar naar buiten. Jesus! Zeg je? Nee, hier, dank je. En melding afgerond en wij gaan door naar een van de laatste meldingen. En waarom? Nou, omdat het wel weer mooi is geweest voor vandaag. Voor de video van vandaag. Het is redelijk druk geweest. Yep. We hebben een 502 DUI near Vespucci Canal. Tussenuit. En die gaan we nog erbij kunnen houden. Melding afgerond. Dat is toch onzin, hè? Dat heb ik nu al zo vaak gezegd bij dit soort meldingen. Geef mij even de kans om daar naartoe te komen. Geef mij een signalement van de auto. Bijvoorbeeld een rode SUV. En dan denk ik van, zou hem dat zijn? Snap je? Geef mij de tijd. Want nu kan ik niet eens in de buurt komen of hij is al weg.
Melding 301, assistentiecollega bij een, of een eenheidje erbij, bij een verkeerscontrole. Of een stop, wel staande houding. Dus een collega heeft een staande houding en die vraagt een collega erbij. En dat zal ik dan in dit geval zijn. Links is vrij en rechts is vrij. Ja, heel goed. Ik dacht even dat hij me niet zag. Cool, sirenes is natuurlijk raar. Je zet je sirene normaal gesproken uit als je ergens stil staat. Wat betreft het nou niet. Hoi, vertel. Hey, hoe gaat het? De bestuurder van dat voertuig sneed iemand af daarachter. Het was redelijk wettig, moet ik jullie schuldig blijven. En niet echt sociaal. Ik ga ze een bekeuring geven. Wil je er even bij blijven voor de zekerheid? Ik zo. Ja, natuurlijk. Ja. Je moet natuurlijk even laten blazen. Oh, laat maar. We have a suspect resisting arrest. Ik ga alvast rijden, maar jij mag daarna weer inhalen. Aangezien Audi, teamverkeer, voorrang. Oh, dan vlieg ik bijna zelf uit de bocht. Lekker Audi. En uitstappen jij. Hoppa. Collega pak hem. You're done. I got you now. Ja, verdachte aangehouden. Is dat mijn sirene of zijn sirene? Zijn sirene. En daarbij ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke video gevonden en ik zie jullie graag over 2 dagen bij een roleplay video, als ik het helemaal goed zeg. Van een lastige persoon bij een melding van een woningbrand. Hoe dat gaat aflopen zien we dan over 2 dagen en over 4 dagen natuurlijk met de ambulance die jullie al hadden gezien. Wat ik eigenlijk een beetje een verrassing wilde houden. Maar ja, het is niet anders. Tot dan. Doei!